Als ik kom nooit iemand. Oké, laat lopen. Slag klaarmaken. Slag klaar. Go. Peter van Kesteren, je bent al 7 jaar voorzitter van Amicus, de roeivereniging. Gerechtvaardig is het natuurlijk op een open dag om te vragen aan jou hoe het met de club gaat. Ja, de Club Amicus die bestaat nu al een behoorlijke tijd, hè, vanaf 87. Dus het is een club met enige historie. En het is een hele levendige roeiclub, een roeivereniging die groeit en bloeit. Een zaak waar jullie de laatste tijd mee te maken hebben is het aanpassing van het stuk Twentekanaal waar jullie roeiwedstrijden houden. Ja, wij roeien hier op het Twentekanaal. Dat is een heel mooi kanaal om te roeien. Er komen verenigingen uit van Heindever komen hier trainen, omdat het zo'n mooi rustig vaarwater is. Je ziet ook dat we hier heel veel natuurlijke oeververbindingen hebben. Hè? Dus dat is rietkragen, dat is een hele mooi glooiende overgang naar het land. En er is een sterke tendens om die te vervangen door wat we noemen damwanden. Dat zijn gewoon die stalen wanden die in het water geslagen worden. En dat is voor roeiers niet goed. Want dat betekent dat je als het ware door de bewegingen van de schepen krijg je een soort klotsbak. De golven die dat veroorzaakt, die bewegingen van de grote schepen, dat blijft heen en weer klotsen. En daar heb je als roeiers heel veel last van. Over de veiligheid is het slecht, want je kunt natuurlijk stalen damwanden, kun je heel slecht het water uitklimmen. Dus daar zijn we niet blij mee. En dat er wel de plannen zijn om hier het Twentekanaal te verdiepen, uit te diepen en te verbreden. En daar inderdaad damwanden in te zetten, proberen we dat met mannenmacht tegen te houden. Ja. Is het nou een zaak van Rijkswaterstaat, van de provincie, of heeft de gemeente Almelo daar ook nog invloed op? Dat is een hele goede vraag die daar staat. De gemeente Almelo die staat aan onze zijde, maar hun mogelijkheden in deze zijn gewoon heel erg beperkt, omdat het van Rijkswaterstaat is. Rijkswaterstaat besteedt dit aan. Wij proberen natuurlijk ook de provincie erbij te halen, zodat zij op politiek niveau kunnen beïnvloeden. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk samen met de Roeibond en de provincie is een wat brede coalitie te smeden die eruit gaat slepen wat voor ons haalbaar is. Want de economische belangen zijn natuurlijk ook groot. Je hebt al eens een keer verteld van als er een groot schip doorgaat en die wanden die staan boven de waterlijn, dan klotst het. Maar 20 minuten later klotst het nog. Ja, dat had ik nooit geloofd dat ik het zelf meemaakte. Als een heel groot schip vaart en die verplaatst heel veel water. En dan krijg je dus die golfbeslag. En die golfslag kan nergens naartoe, want die klotst tegen de ene damwand en gaat weer terug naar de andere damwand. Dus dat gaat maar heen en weer. En dat kan wel 20 minuten duren. Dat is heel eigenaardig. Stel dat het ongunstig voor jullie uitpakt, dat toch die damwanden erin komen. Wat voor bijzondere maatregelen moet je als vereniging dan nemen? Voor bijzondere maatregelen, je moet in ieder geval heel goed, en doe wel hoor, je moet heel goed opletten op je veiligheid. Als je veel golfslag hebt, dan moet je dus zorgen dat je mensen veilig blijven. Door de toename van de scheepvaart moet je ook ervoor zorgen dat je zichtbaar bent. We hebben ook een aparte roeicoördinator aangeschaft tegenwoordig, die is er. En die let erop dat onze leden goed zichtbaar zijn, gele hesjes. Dat je goed uit de buurt van de schepen blijft. Dat soort veiligheidsmaatregelen moet je wel gaan nemen. Want, en ook ervoor zorgen dat er in ieder geval mogelijkheden zijn om uit te stappen. Hè? Dus dat je uit het water kan komen. Komende jaar zie je met vertrouwen tegemoet. Ja, zeker. We zien dat altijd met vertrouwen tegemoet. En, we gaan gewoon met veel enthousiasme roeien. Het is een mooie open dag. We hopen dat er veel nieuwe leden bij komen. En we gaan ermee aan de gang. Wens je heel veel plezier. Dankjewel. Heel veel plezier.